De nieuwe economische realiteit vergt een ander HR-beleid. Maar in hoeverre kun je werknemers ook dwingen mee te bewegen met veranderingen binnen een bedrijf? Nou, het belangrijkste dat we geconstateerd hebben, dat mensen het verschil maken, maar ook dat mensen steeds meer verschillen. Echte topmensen, die maken het verschil in je organisatie. Dus de afgelopen jaren zijn we ons echt gaan richten op de toppers, maar ook de toppers beter maken binnen het bedrijf. Mensen moeten zich inderdaad blijven ontwikkelen. In hoeverre dwingt u dat ook af? Ja, afdwingen is heel moeilijk. Wat we wel met elkaar hebben, een aantal afspraken gemaakt. Iedereen weet dat als je over 5 jaar hetzelfde werk op dezelfde manier doet, dat je een probleem gaat krijgen. Niet met de directie, maar met de organisatie. Je moet relevant blijven voor je organisatie. En je kunt alleen maar relevant voor de organisatie blijven als je je blijft ontwikkelen. Ik denk dat het werk wat ik doe heel bijzonder maakt, omdat wij in een team werken waarin we zelf onze eigen teams moeten samenstellen. Dus we werken in een hele grote organisatie. Zoals je hier al ziet, achter mij is het gewoon één hele grote werkruimte waar we met veel disciplines bij elkaar zitten. Als op het moment dat ik denk dat er iemand bijgeschakeld moet worden van buiten onze organisatie, dan moet ik zelf op zoek naar die persoon. We hebben geen HR-manager of geen HR-functie binnen Nederland die dat voor ons regelt. Wat betekent dat je iemand uitzoekt die heel goed bij jou past en bij jouw team past. Nou, ik heb tijdens mijn stage in Japan gemerkt dat mijn werkgever me echt taken oplegde. En dat zou ik wel bijzonder vervelend vinden. Want dan ben je niet meer vrij om te doen wat je eigenlijk zou willen doen. En kan je niet meer je eigen keuzes maken. En uiteindelijk weet je zelf, omdat je zelf het diepst ergens in zit, wat de beste keuzes zijn. Dus dan kan je die het beste uiteindelijk ook zelf maken. Walter Samoski van JAT. In hoeverre mogen werkgevers ook hun werknemers verplichten om zich te blijven ontwikkelen? Ik denk dat je dat zonder meer verplicht zou mogen stellen. En dat werkt dan twee kanten op. Het bedrijf kan altijd over de juiste kennis op het juiste moment beschikken. En voor de werknemer betekent dat ook dat hij zich blijvend kan ontwikkelen. En dat creëert enorm veel toegevoegde waarde voor hem. Want dan hoef je ook geen vast contract te hebben om toch je plek te kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Dus je bent altijd up to standard en je kunt ook vrij gemakkelijk weer naar nieuw werk komen. En het is heel belangrijk dat mensen dat beseffen. En ik geloof er heilig in dat als mensen zich niet willen ontwikkelen, er voor hun geen plaats is in een bedrijf.